Gooi dit erop. Bloop. Wow! Yo, mensen van Dodo, welkom bij een nieuwe Skyblokkie Blok Blok van een Brodo. Wij gaan vandaag een nieuwe Skyblok bekijken van één van de kijkers die hem heeft gemaakt. En vandaag was dat... Wie was dat ook alweer? Even snel buiten het eilandje. Het is JJ! JJ heeft een hele toffe Skyblok gemaakt en die ga ik aan jullie laten zien. Want wat best wel tof is aan zijn Skyblok, is dat hij ook kunst heeft gemaakt. Gewoon... Kunst! Kunst! Dat ga ik aan jullie laten zien. Vind je het nou leuk? Doe even dat duimpje omhoog. Kom ook zelf langs op play.dodocraft.nl. Je ziet hier rechts staan. Dodocraft.nl. En dan kom jij ook gewoon gezellig meespelen. Wie weet kom ik ook op jouw eiland. Ik ga aan jullie het eerste stukje kunst laten zien. Maar we gaan weer een spelletje doen. Wij doen dat wel vaker. Met dat ik bijvoorbeeld vraag hoeveel statiegeld gaat het opleveren. Noem maar op. Wij gaan eerst hier eventjes een beetje boven hangen. Zo. Oké. Jullie zien nu een stukje kunst. Dat is het stone en hetgene daaronder richting het water helemaal. Wat is dit stukje kunst? Dames en heren, jullie mogen het raden. Ik ga jullie drie opties geven. 1. Het is een wapen. Een soort van zwaard om precies te zijn. Tenminste, wel een beetje een raar zwaard. Maar het is een soort van zwaard. Dat is nummer A. Is het nummer B? Het is een raar soort schild. Een beetje met zo'n bolling erop, zoals die vroeger maakte. Echt zo'n bolschild. Of is het C? Het is een gezicht. Dames en heren, plaats uw antwoorden beneden. Wat voor soort kunst is dit? Is het een wapen? Is het een schild? Of is het een gezicht? Wij laten het u zien. Na de reclame. Nee, we gaan gewoon nu laten zien. Het is... een gezicht. Check it out! Ik vind het zo tof gemaakt. Het is dus gewoon op een muur gemaakt. En het is een gezicht. En ik vind dit is toch wel kunst te noemen. Een soort van pixel art. Maar met een hele mooie dirt baard. Je zou maar zo'n dirty baard hebben. en ik vind het tof gemaakt. Hij heeft het knap gemaakt. En dat brengt ons meteen naar het tweede stukje kunst in deze... Exhibitionisme? Nee. Het is niet een expeditie. Het is een... Oh my god, ik ben de naam gewoon helemaal kwijt. Ik ben er zoveel van dat soort dingen geweest, maar ik heb gewoon een blackout. We gaan meteen naar het tweede stukje kunst en dat is... Tadaa! Dodo! Een heel tof Dodo logo. Hij heeft wel een beetje... Hij is aangepast, dat logo. Ik denk dat komt omdat je natuurlijk geen ronde dingen kan maken in Minecraft. Maar ik vind hem mooi, ook met het zwart en het blauw. Ah, I love it. Mwah, wilde ik trouwens doen. Mooie kunst, super tof gedaan. Dan gaan we gewoon lekker naar de rest van het eiland. Hier heeft hij een mooi, hoe heet het nou, een soort van weggetje gemaakt. Wat staat hier? Oh, lol, oké. Links is de Temple of Notch. Zit chunks op minimaal 23. Wat dan? Waarom moet het zo ver? Ik heb niet eens zoveel chunks. Ik heb maar 7 chunks, maar oké, we zetten hem wel op 23. En dan? Zie ik evenveel. Oké, ik denk dat het dus niet echt uitmaakt hoeveel chunks je hebt. Maar het is blijkbaar gewoon het gezicht van Notch. Ik wist niet dat Notch zo'n rare baard had. Gooi iets op de pressure plate. Oké. Alright, nou wat gaan we erop gooien? We gooien dit erop. Bloop. Wow! Zagen jullie dat? Oh, dan moet ik het eigenlijk vanaf hier gooien. Oh my god, dat is zo cool! Dat is zo cool. Oh, en dan kan je erheen. Wauw, dat vind ik... Dit zou ik nog wel in de survival willen hebben. Zo'n soort van geheime doorgang. Nee, oh, dat is echt... Dat is echt heel tof gedaan. Wauw. Dikke plus 1. En hier staat hierheen voor iets cools op een bordje. Wat staat hierop? Gewoon item pleasure op de plate. En kijk dan naar Notch. Oké. Wat gaat het zijn? Oh my god, he's crying. Notch is aan het huilen. Oh my god, omdat ik er iets op gooide. Het spijt me, Notch, ik pak het eraf. Wauw. Wat super leuk dat hij dat heeft gedaan. Dat vind ik echt zo dope. Awesome zeg, I like it. Nou, we gaan gewoon verder hier naar beneden. Ik weet niet of hier aan de zijkant nog iets is. We hebben hier een mooie farm. Kunnen zien.
Deze moet nog ingericht worden met iets. En dit zijn potatoes. Ik denk het wel. Of carrots. Maar het lijkt meer potatoes. En wat hebben we hier dan? Hier hebben we 4 deuren. Wow, wat een luxe. En hier hebben we nog 2 deuren. En dat brengt je gewoon naar boven. Oké. Het is gewoon een random traphuis. Een soort van sluis zit ertussen. Ik weet niet waarom dat gemaakt is. Of wat het doel is van dit... huisje. Maar het zal wel. Het zal wel. Hier nog mooie... Hoe heet dat nou? Van die cookie farms. En dan laat je het water naar beneden komen. Oh my god, zo fancy. Hey, zie je me gewoon te slaan? Ik sla terug hoor, JJ. Alright, we gaan eens kijken. Hij heeft nog een mooie fontein hier staan. Maar natuurlijk zijn er nog meerdere verdiepingen. Uiteraard. JJ zegt, hey Dodo, ik ben eten. Oh, als in hij gaat eten. Ik dacht al, wat de heck? Ik ben eten. Kom, ik moet je even iets showen. Wat moet hij me showen dan? Oké, wacht even. We gaan hem even achterna. Nou, laat zien. Laat zien. Ah, waarschijnlijk wilt hij gewoon de linkerkant laten zien. Even kijken. En doe ik slash tel. J, ik had het gezien. Super awesome. Man. Ja, dat heeft hij wel heel vet gemaakt. Ik ga nu eventjes verder. Wij gaan namelijk hier... naar beneden, denk ik. Want daar zien we gewoon een standaard... hoe heet het nou? Villager farm. En we gaan eens naar beneden. Wat heeft hij hier nog meer beneden? Voor de mensen die dus benieuwd zijn... en nog nooit Skyblock hebben gedaan... ik raad het echt aan dat je het lekker speelt. Het kan dus gewoon gratis op play.dodocraft.nl. En zie wat voor grote Skyblock je krijgt. Het is echt bizar groot. Dit is natuurlijk gewoon een fractie van wat je kan maken. Want het is... we geven heel veel ruimte. Nou, dat is verder naar beneden. Wat zit hier voor de rest nog? Oh, what? Hoe werkte dit? Lol. Hey, hij duwt me gewoon omhoog. Lol. Wacht even hoor, dan gaan we even kijken of dat een beetje werkt. Woe! 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 Oké, ja, het werkt een beetje half. Ah. Alright, een beetje buggy. But we'll take it. De onderste laag in dit huisje is in dit huisje. Ah, oké. Wat hebben we hier dan nog meer? Dit is volgens mij een hok of zo. Daar bewaart hij... I don't know, wie? Misschien vriendinnetjes of zo. Zegt hij hier, wacht hier even. En dan heeft hij gewoon altijd een vriendinnetje op display staan. Te doen cactus farm maken met veel stone. Ah yeah. En wat zit hier dan nog? Oh, what? Geheime gang, jongen. Alles. Al die geheime gangen. I like it. Dat is wel nice. Ik hou echt van geheime gangen. Ik moet er zelf ook gewoon veel meer hebben. In toekomstige survival. Oh my god. Zo cool. Zo cool. Alleen hij moet net iets geheimer zijn voor mijn... voor mijn smaak, hè. Voor mijn smaak. Even kijken. Hier hebben we nog meer farms. Wat hebben we hier? Dit is zo'n stone... fancy stone ding. I like it. Een wood farm. Even kijken. Wat is hier? Hier hebben we... oh, zijn donkey. Het is een donkey and horse collectie. I love it. En hier gewoon een mooi huisje. Dan gaan we eventjes verder naar beneden. Oh, dit is zo'n tree farm. Oké, cool. Trees. We gaan gewoon verder naar beneden. Nog verder naar beneden. Knieën gewoon. Wow. Oké, dat ging wel een stuk sneller. Wat hebben we hier? Hier hebben we de beacon. En... what the heck? Oh, dit is gewoon... ik zat te kijken. Ja, dit is de onderkant. Alright. Hij heeft wel veel sea lanterns, hè? Heel veel sea lanterns. Maar dat doen heel veel mensen. En ik weet niet precies hoe ze eraan komen, maar echt iedereen heeft dat. En daardoor ziet het er wel heel tof en verlicht uit. En natuurlijk ook dat er geen beesten hier spawnen. Spawnen! Lekker gezegd, Wouter. Spawnen. Nou ja, ik vind het in ieder geval dope. We gaan kijken of hij hier nog iets heeft. Want hij zei dat er nog iets in de onderste... hoe heet dat nou? Laag zat. Maar de onderste laag was volgens mij daar. Of hij bedoelt dan dus die geheime gang. Maar die heb ik ook al gewonnen. Hij wil mij gewoon alles laten zien. Maar ik heb hem al gewonnen, mensen. Ik win gewoon. Ik kan alleen niet de Nether portal vinden. Daar heb ik wel vaker moeite mee. Even kijken... nee, de Nether portal is... ja, ik ben er waarschijnlijk weer langs gevlogen. Dat was een vorige keer ook.
Maar dat kan ik nu even niet zien. Maar voor de rest, ik vind het gewoon awesome gemaakt. Ook voornamelijk deze art en dit dingetje, zeg maar. Dit paadje, dat is wel echt awesome. Dat is echt heel vet gedaan. Dus dikke, dikke vette props naar jou, JJ. Ik vind echt dat je een awesome eiland hebt. Ik hoop ook dat de rest van jullie lekker een tof eiland maken. Dan kom ik gezellig langs om het te laten zien aan iedereen. Vind je het nou leuk? Doe dat duimpje omhoog. Vergeet ook zeker niet te abonneren. Als je dat nog niet gedaan hebt, dan zie ik je heel graag volgende keer of op de server. Of om 7 uur 's ochtends bij een nieuwe video. Of om 5 uur 's middags bij een nieuwe video. Tot de volgende keer, mensen. Ciao.